Steven van Akkeren moest een half jaar geleden opstappen als minister van Financiën in de nasleep van de omstreden deal tussen Belfius en het ACW. De CD&V'er hield zich sindsdien afzijdig van het politieke toneel. Maar nu is hij terug met het boek De Eerste Steen. Daarin gaat Steven van Akkeren vanuit zijn persoonlijke geloofsovertuiging op zoek naar de 7 hoofdzonden binnen het politieke bedrijf. Koop nu een exemplaar van dit veelbesproken boek in onze webshop www.actua.tv/shop.